Vandaag bij mij aan tafel demissionair staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker. Presentatrice en columniste Catherine Keil. En de Delftse illusionist Dion van Rijt. U kijkt naar Frits. Dag dames en heren, welkom bij de wekelijkse talkshow van Omroep West over politiek, ondernemerschap, kunst en cultuur, entertainment en sport. Kortom, welkom bij Frits. Mijn eerste gast is thuis geen onbekende, want ruim 30 jaar kwam ze aan het eind van de middag bij ons over de vloer. En daardoor kennen we haar natuurlijk hiervan. Lieve oom Donald, er lopen twee verliefde inktvissen door de Kalverstraat, arm in arm, in arm, in arm, in arm. Ja. Nummer 2000, daar gaan we het dadelijk over hebben. Hallo allemaal, zit daar heel gezellig volgens mij. We hebben nog veel meer speciaals in deze uitzending. Ja, Catherine Keil, welkom. De dat ze het gevonden hebben, dat het nog bestaat. 2000ste Donald Duck tijdens de 5 uur show. Ja, ja. Ja, hoe heerlijk was dat programma? Ja, dat was een behoorlijk leuk programma eigenlijk. En het leuke is dat daar allemaal dingen bedacht zijn die later als grote programma's zijn teruggekomen. Want wij hadden bijvoorbeeld het bloemetje bedacht. Ja. En nou, wat was, werd dat later ook weer? Het spijt me of iets. Ja. Caroline Tensen. Ja, en nou, zo waren er een heleboel dingen die daar eigenlijk allemaal begonnen zijn. Dat is wel en heel grappig. Was het eigenlijk in Nederland wel echt de eerste middagtelevisieshow, nee, of niet? Nee. Tineke had een... die is begonnen. 5, 6, 7, juist. Die is begonnen op zaterdag, geloof ik. Maar ik wou dus zeggen, dat was niet elke dag. Niet elke week. En toen hadden we Avro Service Londen, dat was 2 keer in de week. Oh, met meer naar Gozen nog? Was dat ja, niet? Dat was na mij, maar daarvoor was het allemaal naar Spoel. Oh ja, hebben we ook nog gehad. Maar dan heb je gelijk. Ja, de 5 uur show was elke dag. Dat was de eerste. Dus ja. Dat was voor het eerst. Nou, trendzettend. Dat blijkt dan nog maar weer. Mijn tweede gast behoort inmiddels tot een van de top illusionisten van ons land. En met zijn show The White Magic Rabbit reist hij de hele wereld over. Dion van Rijt, een stukje uit jouw show, welkom. Heb je het met Pasen bedacht of zo? Nee, onderweg naar huis, toen ik een voorstelling in Frankrijk had gedaan. En toen dacht je opeens aan een wit konijn? Ja, inderdaad. Tenminste, ik heb de voorstelling Alice in Wonderland gezien van de Royal Ballet in Londen. Ja. En daar was uiteraard een konijn, hè, in het verhaal van Alice in Wonderland. En toen dacht ik van, daar moet ik iets mee. Ja. Nou, als we aan illusionisten denken of aan goochelaars, dan denk je in Nederland al snel aan Hans Klok of aan Hans Kazan. Ja. Maar je timmert alweer een hele tijd aan de weg, terwijl je bent 25. Klopt. Maar hoe lang ben je eigenlijk al bezig? Nou ja, professioneel vanaf mijn 8e, zeg maar. Professioneel vanaf je 8e? Ja. De staatssecretaris van Onderwijs zit naast je, dat mag helemaal niet. Maar je hebt ook je diploma gehad, toch? Zeker weten. Goed, laat maar gaan. Mijn derde gast die was van 2006 tot 2012 voor de VVD wethouder in Den Haag. En daarna werd hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En daarvoor nog was hij docent en onderzoeker in Leiden. Inmiddels is hij demissionair staatssecretaris. Dat wil zeggen in afwachting van een nieuw kabinet. Sander Dekker, welkom. Dank je wel. Ja, demissionair staatssecretaris. Vorige week hadden we al demissionair minister Jeroen Dijsselbloem. Is het anders, demissionair zijn? Ja, wel een beetje. Je neemt geen hele grote nieuwe stappen meer. Dus je wacht ook een beetje af en laat dat over aan een nieuw kabinet. Tegelijkertijd gaan heel veel dingen gewoon door. De afgelopen weken hadden we de eindexamens. Spannende tijd. Je wilt dat er dan niks misgaat. We hebben ook debatten in de Tweede Kamer. Ik zat afgelopen week in Brussel. Daar wordt ook gewoon doorvergaderd.
En wat nu bijzonder is, is ik zit niet alleen in het kabinet als een van de bewindslieden, maar ook een dag in de week als Kamerlid. Ja. En dat is natuurlijk een beetje gek en dubbel. Want de Kamer behoort het kabinet te controleren. Ja, dus je controleert nu jezelf. Eigenlijk controleer je een beetje jezelf. Dus dit moet niet al te lang duren. Nee, maar we hebben vorige week uitgelegd gekregen van de minister dat het kan eigenlijk, in theorie kan het 4 jaar duren. Misschien in theorie nog wel langer. Nee, vroeger moest je namelijk kiezen op een gegeven moment van ja, nee, je kan niet en in de Kamer en in het kabinet zitten. Maar dat hebben ze veranderd. Het kan 4 jaar duren. Ja, ik hoop niet dat het zo lang duurt. Nee. Want dat land moet ook geregeerd worden. Ja. In België ging het heel goed, hè, toen ze een jaar lang... Deden ze een jaar lang over een nieuw kabinet, konden ze geen geld... Was het eigenlijk niet zo dat het beter ging zonder zonder regering? Ja, want ze konden geen geld uitgeven. Ja, precies. Ja, ja, want er waren geen nieuwe plannen. Ja. Dus met de economie ging het een stuk beter. Het was wel een iets andere tijd. Oh. Dat er namelijk ook niet zoveel geld uitgegeven was. Ja. En ik denk dat... En nu klotst het over de blind. Nou, dat ook weer niet. Maar wij kunnen natuurlijk een aantal, ja, ook voor het onderwijs bijvoorbeeld, belangrijke beslissingen die we graag zouden willen nemen, nu niet doen. Want dat zou niet netjes zijn, dus... Wij wachten echt af tot een nieuw kabinet. Ja. Dan kunnen we weer een aantal stappen zetten. Ja, dan zei je al, ik was afgelopen week in de Kamer. Daar was een debat gaande en daar vroeg iemand of niet de salarissen van de docenten in het basisonderwijs en van het voortgezet onderwijs, of die gelijk moeten worden getrokken. En toen plaats je een opmerking waar de docenten van het basisonderwijs heel erg boos van werden. Ja, nou, dat was natuurlijk niet mijn bedoeling. Ik heb willen zeggen van... dat het moeilijk is om het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs helemaal precies met elkaar te vergelijken. Het is natuurlijk allebei onderwijs, maar andere kinderen, andere uitdagingen, ook andere kwalificaties voor docenten. Dus ik had mij toen iets anders moeten uitdrukken. Ja, want je zei van ja, een klas vol pubers is nog net iets moeilijker dan een klas vol kleuters of zoiets. Nou, zo was het toch? Dat heb ik niet helemaal zo gezegd, maar misschien is het wel zo overgekomen. Wat ik heb willen zeggen is dat er veel verschillen zitten tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Maar dat is toch van alle tijden? Waarom is dat dan nu opeens een onderwerp? Ja, dit is een groep basisschoolleraren die zich zorgen maakt over het basisonderwijs. En zegt, ja, wat is nou precies de reden dat ze in het voortgezet onderwijs dat docenten meer verdienen? Nou, daar kan je allerlei verklaringen voor geven. Maar het is ook een beetje de tijd dat vakbonden en actiecomités in opmaat naar de formatie natuurlijk hun eisen en wensen op tafel leggen. En wat dat betreft was het een beetje een frustrerend debat. Want als je demissionair bent, dan kan je niet zeggen van wij vinden dat een goed idee, daar gaan we mee aan de slag. Even afgezien van het feit dat ik daar misschien ook nog wel wat vraagtekens bij heb. Het was een debat met een uitkomst die eigenlijk iedereen teleurstelde. Ja. Tot nu toe de formatie ook. Het schiet niet erg op, hè? Nee. Ook daar moeten we afwachten. En kijk, daar hebben we van afgesproken dat het weinig helpt om daar nu heel veel commentaar op te geven. Word je er wel bij betrokken eigenlijk? Want we zien natuurlijk die onderhandelaars altijd naar binnen lopen. Ja. Maar wat krijg je dan op vrijdag als het kabinetsoverleg is? Wordt dan iedereen even bijgepraat? Nou, niet op vrijdag, want we proberen ook het huidige kabinet een beetje te scheiden van wat er op de formatietafel gebeurt. Maar op dinsdag is er bijvoorbeeld een fractievergadering. Halbe Zijlstra of Mark Rutte, als hij er is, praat ons dan even bij. We zitten op donderdag met het bewindspersonenoverleg om tafel. Dat is het smaldeel van de VVD in het kabinet. En daar word je wel bij gepraat. Ja, dan krijg je iets meer van hoe het gaat. Ja. We weten dus niet hoe lang dat allemaal gaat duren. Maar uiteindelijk komt er een nieuw kabinet, hoop je dan. Ja. Toch? Mag ik misschien er iets over aan jullie vragen? Want wat mij nou de hele tijd intrigeert... Jullie weten veel meer van politiek dan ik. Nou, je hebt zelf een politiek programma gehad. Hè? Jawel, maar goed, jullie zijn toch meer up-to-date, laat maar zeggen. Die ChristenUnie en D66 die komen dus niet tot elkaar. Wat ik nou niet snap, is waarom kunnen ze niet gewoon samenwerken en zeggen, nou, die kwestie over die euthanasie en ik geloof ook de orgaandonatie. Ja, de orgaandonatie. Ja? Nou, die zetten we gewoon apart. En dat doen we, dat geven we een speciale behandeling, zeg maar. Maar verder gaan we gewoon wel samenwerken. Er zijn nog 80.000 dingen waar je over kan regeren. Sander Dekker, ik zeg Catharine Keil voor informateur. Moeten die aan denken? Ja. Nee. We zetten de naam op het lijstje. Nee, maar is dat nou zo raar? Ik bedoel, dat lijkt me toch een logische oplossing, of niet? Ja. Het land moet toch geregeerd worden? Ja. Ik ben het met je eens dat het land geregeerd moet worden. Oké. Maar dan... In de opmaat daar naartoe zijn er natuurlijk allemaal politieke partijen die, net als de VVD, probeert om bij zo'n formatie
daar zoveel mogelijk uit te halen. Want je hebt beloftes ook gedaan van ik ga knokken voor mijn achterban, voor mijn kiezers. Prima, om dat te doen. Ja, dan zijn er gewoon ingewikkelde dingen. Dat zagen we met GroenLinks. Dat zien we nu met D66 en de ChristenUnie. Dit is ook echt stap voor stap kijken hoe we komen tot een kabinet wat kan rekenen. Ja, maar ik dacht bij GroenLinks, dat is echt meer een filosofie. Dat is moeilijk. Maar hier zijn het twee dingen, twee concrete zaken. Die kan je toch gewoon apart zetten en denken van, nou, gaan we eerst... Blijkbaar denken ze tot nu toe dat ze er meer uit kunnen halen als ze deze koers varen. Ik betwijfel het trouwens, maar dat we zullen het zien. Ja. Stel, dat nieuwe kabinet komt er. Je weet het niet. Wil je dan minister worden eigenlijk? Poeh. Dat zou ik een hele eer vinden, laat ik het zo zeggen. Ja. En dan het liefst op OCNW ook weer, door? Dat zou ik geen straf vinden. Maar ik weet dat dit soort dingen heb je niet voor het uitkiezen. Ik vind dit altijd hele ingewikkelde discussies. Deze vraag is natuurlijk vaker gesteld, ook de afgelopen weken. Omdat ik er niet zo van hou om te praten over baantjes en poppetjes. Ik vind, er moet straks een nieuw goed kabinet komen. En dan is het al een hele puzzel op de inhoud. En dat zal vast ook als het gaat om de post een hele puzzel worden. En dan moet Mark Rutte op een gegeven moment gewoon kijken wie passen er dan het beste op de plekken die... Want die bepaalt dat uiteindelijk binnen de VVD. Ja, Mark Rutte en het teampje daaromheen, die gaan dan die legpuzzel leggen. En dan merk ik wel of ze langskomen. Ben je een beetje aardig tegen hem geweest de laatste tijd? Extra aardig? Bloemen, chocola. Alleen maar complimentjes over zijn haar. Ja, nee, verstandig. Voorheen was je wethouder van Den Haag, zei ik al. Is het heel anders, staatssecretaris of wethouder? Ja, het is wel anders. Het is natuurlijk ook allebei bestuur, politiek. Maar de Tweede Kamer is... veel intensiever, er wordt veel vaker gedebatteerd. Dat komt omdat de Tweede Kamerleden daar natuurlijk ook gewoon... Het is een fulltime beroep. In de gemeenteraad is altijd parttime, doe je naast je baan. De stad is ook overzichtelijker. In Den Haag, als er een probleem was, dan stapte ik op de fiets en dan ging ik er naartoe en zette ik de mensen op de tafel en dan zei ik, hoe gaan we dat oplossen? Als je het hebt over het onderwijs in heel Nederland, dan is dat natuurlijk soms verder weg. Je gaat niet altijd op de fiets. Maar het is ook veel diverser. De uitdagingen voor het onderwijs in een stad als Den Haag zijn wezenlijk anders dan bijvoorbeeld in Noordoost-Groningen. Alles is groter en alles is misschien ook nog wel ingewikkelder omdat het allemaal groter is. Maar is er dan nog een iets wat je mist bijvoorbeeld bij dat staatssecretariaat? Dat je zegt, van, nou, dat was maar aan het wethouderschap leuker of andersom? Nou, wat ik heel erg leuk vind is als je heel snel resultaat boekt, dat in een... In de gemeente is het natuurlijk zo dat je, omdat je er dichter op zit, omdat het soms wat kleiner is en omdat je ook niet met echt wet en regelgeving zit, je heel snel pragmatische oplossingen kunt vinden. In Den Haag ben je heel erg bezig met wetten en regels die ervoor moeten zorgen dat het systeem van onderwijs goed blijft draaien. Ja. En dat heeft eigenlijk een veel langere doorlooptijd. Ja. Dus wat je ziet is dat ik ben veel dingen bezig met dingen die mijn voorgangster in gang heeft gezet. Ja. En waarschijnlijk de dingen waar ik nu mee bezig ben, daar gaat mijn opvolger van kijken of dat de vruchten van plukken. Nou ja, of het werkt zoals het zou moeten werken. Maar dan even terugkijkend naar die afgelopen jaren, is het onderwijs in Nederland beter geworden? Ik vind dat we ongelooflijk trots mogen zijn op ons onderwijs in Nederland. Ik denk dat het ook op een aantal punten verbeterd is. Ik heb zelf aan het begin van mijn periode... Wat vind jij zelf een mooie? Nou, ik geloof dat ik hier 4 jaar geleden zat en toen vroeg je van wat zou er nou aan het onderwijs anders of beter kunnen? En ik heb me altijd heel erg gestoord aan het feit dat we weinig doen met leerlingen die meer in de mars hebben, die meer uitdaging verdienen. We zijn in Nederland wereldkampioen als het gaat om het wegwerken van achterstanden. Nou, dat moeten we vooral ook zo houden. Maar er zitten, of in ieder geval zaten, heel veel kinderen in het onderwijs gewoon zich te vervelen. Ja. Duimen te draaien. En dat vind ik zonde, je gaat maar 1 keer in Nederland naar school. En is dat nu anders? Ja, we zien dat er beduidend minder kinderen zich vervelen in de klas. Ik merk ook echt wel een verandering op scholen. Dat er veel minder dan 4 jaar geleden wordt gezegd, ach, maar die kinderen was een probleem, die komen er toch op eigen kracht. Er wordt echt wel onderkend dat ook die leerlingen recht hebben op het allerbeste onderwijs. We hebben daar ook geld voor gegeven. Er zijn heel veel scholen nu met plusklassen, met talentenklassen. En we hebben dingen flexibeler gemaakt, waardoor leerlingen die bijvoorbeeld goed zijn in de talen, zeg maar wat je zit op het VMBO, en je zegt van ik ben goed in talen, dan kan je dat op een hoger niveau doen. Als het tenminste leraren zijn natuurlijk, want dat is het probleem. Hè? Je hebt goede leraren nodig, dat is wel een uitdaging. Ja. Hier en daar nu al, maar zeker in de toekomst.
Maar het feit dat deze leerlingen veel meer kunnen, dat is echt nou ja, omdat ik dus heel veel van vrienden en kennissen hoor dat er gewoon op een gegeven moment geen les wordt gegeven omdat er geen leraar is. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja. En ik heb bijvoorbeeld een vriendin, die is infrakracht op een lagere school. Nou, die vrouw die zou ontzettend graag een huis kopen, maar ze krijgt dus geen vast contract omdat geen enkele school haar vast in dienst wil nemen. En dus krijgt ze ook geen hypotheek. Nee. Waar ze veel minder voor zou betalen uiteindelijk. Nou, dat is natuurlijk een idiote situatie. Want het is iemand die in feite het onderwijs helpt door overal maar weer klaar te staan om in te vallen voor een ander. Hè? En waar toch echt veel behoefte aan is en dat soort mensen. En waarom doet de overheid dan niks voor haar? Ja, nou ja, ik hoop dat dat heel snel gaat gebeuren. En ik denk dat als een school nou slim is, kijk, de overheid neemt geen leraren in dienst. Hè. Dat zijn de schoolbesturen die van ons geld krijgen om de scholen te draaien. Dus dat maar zijn die infrakrachten vallen dus overal buiten. Nou ja, als ik nou een schooldirecteur zou zijn en dit is een goede lerares, dan zou ik zeggen, kom zo snel mogelijk bij mij, dan krijg je een vast contract. Want we weten dat het steeds moeilijker wordt in de komende jaren om goede leerkrachten te vinden. Dus als je er dan een hebt, zorg dat die bij je blijft. Ja, maar dan is ze natuurlijk vast. En zij wil dus als invalkracht werken. Maar dus ook daar is het probleem niet meer opgelost. Ook daarvoor geldt, laat ik even de situatie hier in Den Haag nemen. Je hebt een aantal hele grote schoolbesturen. Die kunnen best iemand vast aannemen. Omdat je altijd wil weten dat je ergens op een school een invaller hebt. Ja, met kleinere scholen is dat dus niet. Zijn, Wij gaan naar het nieuws van de week. Het kan je niet ontgaan zijn. Den Haag is bedolven onder uitingen van Mondriaan. En afgelopen week mocht ook Scheveningen eraan geloven. Meer dan 350 badhanddoeken werden zo neergelegd dat ze samen een schilderij van Mondriaan vormden. Aan zanger Tim Akkerman de eer om de laatste handdoek neer te leggen. Ja, want waarom hebben ze jou gevraagd? Wat heb jij met Piet Mondriaan? Ja, meer dan men misschien zou denken. Ik ben geïnspireerd door zijn werken een aantal jaar geleden. Toen viel me op dat zijn inspiratie heel erg kwam ook van de muziek die hij op dat moment draaide. Dus hij luisterde. En vice versa heeft dat voor mij heel veel impact gehad op zijn werken. En dat vond ik wel een hele mooie raakvlak. En op een gegeven moment ben ik naar het gemeentemuseum geweest waar ik zijn werk heb gezien. En dat is een hele mooie tijdbalk hangen waarin zijn werken werden getoond in welk jaar wat gemaakt was. En daar kwam ik achter dat ik dat een hele mooie metafoor vond om in fases te werken voor mijn eigen album. En op basis daarvan ben ik eigenlijk steeds meer in zijn werken gaan verdiepen. Mevrouw, je bent Mondriaan-fan, hè? Zo te zien. Dat ben ik al jaren en jaren inderdaad. Ik vind het hartstikke mooi. Als je echt kijkt, dan zie je het niet zo mooi. Maar het gaat om het geheel en dat vind ik echt hartstikke leuk. Ik word er vrolijk van al die kleurtjes. Het is denk ik zeker vanuit van boven afgezien dat het er nog mooi uitziet. En dat is eigenlijk met een schilderij een beetje hetzelfde. Op het moment dat je heel erg dichtbij een schilderij gaat staan en je gaat gefocussen, dan ziet het er vaak wat minder mooi uit. Maar op het moment dat je maar je afstand neemt, dan komt pas echt iets uit de verf. Creatie was overigens maar van korte duur. De handdoeken konden na de onthulling door de bezoekers worden meegenomen. Dat is leuk voor die bezoekers, maar het Mondriaanjaar is gewoon het hele jaar. Dus dat komt wel goed. Dion, als we kijken naar je tourlijst, en dat heb ik gedaan op het internet, dan treed je eigenlijk maar weinig in Nederland op en vooral in het buitenland. Dat klopt, helaas. Ja. Hoe komt dat? In het buitenland is er gewoon veel meer animo voor. Bijvoorbeeld in een land als Frankrijk of Spanje of Italië. Daar is het ook normaal. Maar die houden meer van goochelaars en illusionisten. Ja, en maar überhaupt theater. Het is normaal om daar in het weekend met het hele gezin naar het theater te gaan. En dan zien ze wel wat ze gaan zien. En hier in Nederland is het toch vaak van wat gaan we zien? Wie gaan we zien? Weet je wel? Kennen we die al? Nee, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dus het is een moeilijker publiek. Waar treed je eigenlijk het liefst op? Ik moet zeggen, ik heb niet echt een voorkeur. Ik vind het super gaaf om te reizen. En ik hoop dat nog eeuwig te kunnen blijven doen. Maar is Vlaams publiek leuker dan Duits publiek? Of Fransen leuker dan Spanjaarden? Nou, wat wel grappig is, is dat Taiwanese echt hysterisch zijn. En klappen om elke scheet, om het zo maar te zeggen. Ja. En dus dat kan ook per ongeluk gebeuren en dan klappen ze nog. Ja, precies. En dat geeft gewoon een enorme vibe natuurlijk als je op dat toneel staat. Dus, Taiwan, we gaan het in de gaten. Je werd 3 keer op rij jeugdkampioen goochelen. Ja, zo'n tijd geleden. Dan kunnen we wel zeggen dat het in je bloed zit, toch? Zeker, ja. En wanneer kwam je erachter? Toen ik 1 jaar of 6 was, kreeg ik een goocheldoos van mijn moeder, hè, zoals elke goochelaar eigenlijk. Ja. En daar raakte ik zo enthousiast door. Maar ik had ook al gelijk, hoe zeg je dat? Het zat al in mijn vingers gewoon. Ja.
Maar wat zat er dan in je vingers? Nou, gewoon dat presenteren van die truc en dat geloofwaardig overbrengen naar het publiek toe. Dus podium, eigenlijk ben je gewoon een podiumbeest. Ja. Ja, eigenlijk wel. En ook een balletdanser, als ik zo naar klopt, je... Klopt, ja. Ik heb ook een dansachtergrond. Ja. En dat combineer heel ik bijzonder. Ja. In mijn acts. Ja, nou, je bent verschillende keren in de prijzen gevallen. Onder andere met deze show, waar we een klein stukje uit gaan zien. Het is de tango, is dit, hè? Klopt. En dit komt uit welke show? Dit is een show die ik zelf gecreëerd heb en waarmee ik reis, zeg maar. Ja. Vorig weekend stond ik in Portugal. En het mooie is dat dit is nou typisch van, volgens mij, indicatief, zeg maar, voor hoe jij het doet. Hè? Ik heb jou van meerdere keren gezien en van heel dichtbij zelfs. Ja. Nog steeds onbegrijpelijk wat er allemaal gebeurt, maar goed. Maar timing. Timing is alles, hè, bij jou. Ja. Onder andere. En inderdaad, de combinatie van dans en theater. En ik ben gek van decor en scenografie en zo. Dat probeer ik heel erg te verwerken in mijn act. Ja. En hoe bedenk je dan zo'n act? Hoe gaat dat? Waardoor word je dan geïnspireerd? Nou, ik heb een hele brede fantasie. Dat helpt. Ja. Ja. Dus, ik zie dat gewoon voor me en dat schrijf ik uit en ik probeer wat uit in mijn atelier. Ik neem het op en daar ontstaat een act uit. Ja. En het kan overal vandaan komen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Nu ook aan tafel. Ik zag dit al bijvoorbeeld. Ik denk dat is een valluik of zo. Daar kan niemand door verdwijnen. Ja. Weet je wel? Dat is ook aan het eind van de uitzending. Gaan we daar allemaal op? Duiken we daar allemaal in. Hebben jullie iets met Ik word er gek van als ik er naar kijk. Ja, ik kijk dus wel eens naar dat mindfuck, weet je wel. Ja. Oh, ja, dan, en ik ben daar zo gefrustreerd. Maar ook als ik zo naar jou kijk, denk ik, waar komt die stoel nou ineens vandaan? Ja, dat ja. is toch raar? Hoe doe je dat dan? Ja, dat wil ik niet zeggen. Ja. Nou ja, ik zeg altijd, als je erachter probeert te komen, dan is de magie er vanaf. Het is ook niet leuk als een film als Harry Potter uitgelegd wordt. Althans, het is interessant om te zien. Ja. Maar het is veel leuker als het magie blijft. Ja. Toch? Ik denk wel dat sommige mensen... Je puzzelt, hè? Dus je zit met je hersenen te kraken van... Ik moet kunnen begrijpen hoe dit gebeurt. Ja. Dat heb ik altijd als ik er naar kijk. Ja. Ja. Nou ja, daar raakte ik ook door gefascineerd toen ik een jaar of zes was. Dat ik dus mijn klasgenootjes kon laten geloven dat ik dat glas kon laten zweven. Ja. Weet je wel? Dus ja... Hoe zit jij dan eigenlijk als jij... Kijk, zit je wel eens in een show bij een concurrent, een collega, een collega? Eigenlijk niet. Ik ga meer naar opera en ballet, om geïnspireerd te worden vooral. Ja. Dan dat ik naar collega-goochelaars of illusionisten kijk. Maar waarom is dat dan? Omdat je dan wil je het ook begrijpen? Ik weet sowieso hoe alles werkt. Dus dat is voor mij al niet meer bijzonder. En ik kan ook zeggen dat ik creatief genoeg ben om zelf met originele dingen te komen en dan heb ik juist andere factoren nodig, waaronder een opera of een ballet, om mij die extra dimensie te geven waardoor ik iets bijzonders kan neerzetten. Okay. Ja. Nederland heeft wel een naam hoog te houden, hè, als het gaat op dit terrein. Absoluut. Ik denk even aan Sita in 2006, werd ze wereldkampioen. Illusionisme. Ja. Daar was ik bij trouwens. Ja? Ja, we stonden toen in dezelfde wedstrijd. Het was het wereldkampioenschap in Stockholm. Ja. 2006? Zes, ja. Ja. En toen deed ik mee met een duivenact. En toen ben ik derde geworden in de categorie algemeen goochelkunst. Ja, ja. De duiven kwamen niet meer terug. Ja, die heb ik aan het eind laten verdwijnen, inderdaad.
Maar goed. Want die vliegen uiteindelijk toch weer naar huis. Ja, precies. Ja. Dit hoor ik elke dag, hè? Dat begrijp je. Maar sorry goed. Voor de stomme nee, dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, een jongste prijswinnaar ooit. En inderdaad, Sita, die werd in de categorie illusionisme wereldkampioen. Ja. En Rob en Emiel, die hadden de wereldtitel op het gebied van mentalisme. Mentalisme, exact. Je bent zelf Europees kampioen geworden in 2011 al. Ja, ja. Hoe komt het dat Nederland daar zo goed in is? Ja, ik weet het niet. Wij gaan denk ik een stapje verder dan andere landen. In die zin van we treden heel erg in detail qua presentatie. Maar ook qua originaliteit in magie. En ja, dat. Ja. En hoe heb je dat nou allemaal geleerd of leer je dat jezelf aan? Want er is niet een school, de staatssecretaris heeft niet een school geopend voor illusionisten, nee, toch of wel? Nog niet. Zou die dat moeten doen? Vind ik wel. Ik bedoel, er is ballet, hè? Er is dus waarom geen... Ja, dat zou zo maar kunnen. Ja. Ja. Misschien moet je wat beginnen. Maar waar, ja. Leer je dat, waar leer je het dan wel? Nou, ik ben begonnen op Goochelclub Rotterdam. Goochelclub Rotterdam. Ja, absoluut. De basis van alles. Ja, inderdaad. En daar heb ik de kneepjes van het vak geleerd, van grootheden. Dat kan je echt gewoon... Ja, zeker weten. Die is er vandaag je wordt lid van de steeds. Club. Je wordt lid van de club. En daar kun je één keer per maand terecht. En dan moet je het wel stil houden. Uiteraard. Want anders is de lol eraf. Anders is de magie ervan af. Weet je dat vroeger op televisie, was voor jouw tijd, dat Hans Kazan kwam dan bij Renje Rot, bij Martin Brosius. En dan kwam die, elke week kwam die een truc uitleggen. Oké. Okay. Dat we dachten van dat... nou, die staat zijn eigen beroep om zeep te helpen. Ja. Nou ja, goed, je hebt natuurlijk basistechnieken. En waar ik zelf ook mee begonnen ben, iedereen mee begonnen is. En dat is alleen maar goed om dat te verspreiden. En dan op den duur moet je het zelf zien te doen. En dat is wat ik gedaan heb toen ik jong was. Toen ben ik wedstrijden gaan doen. Hè, dan word je gezien. En zo gaat het. Je zegt net van, ik zit niet meer bij collega's in de zaal, want ik weet toch hoe ze dat doen. Heb je nooit meer dat je een truc tegenkomt waarvan je denkt, verdorie, die kende ik nog niet. Nou, het grappige is dat het allemaal, hè, wat ik zo net ook al zei in de gang, van het is, hoe zeg je dat, een variatie op. Ja, dus, je spelen met, je past steeds een beetje kijk, je aan. Hebt zweven, verdwijnen, verkleuren, vergroten, snap je? Dat en, zijn de smaken. En, ja, en daar kun je natuurlijk... En daar ga je op variëren. In een ballet ook, je hebt ik vind het heerlijk om iemand van 25 te horen zeggen, toen ik jong was, deed ik dat. De cello, de klarinet, de harp, de trombone, de fluit, vrijwel elk instrument heeft onderhand wel zijn eigen festival. Behalve de... Inderdaad, de contrabas. En daar moest natuurlijk verandering in komen. En dus besloot contrabassist James Uzi om een eigen festival te organiseren. Het Dutch Double Bass Festival. En natuurlijk waren we erbij, Tom Goderie voor Bubbles en Balls. Den Haag is een nieuw festival rijker. Dutch Double Bass Festival. En wel op een hele gave locatie. De elektriciteitsfabriek. Nou, James, jij bent de organisator van dit fantastische fenomeen. Ja. Kan je precies uitleggen wat dit festival inhoudt? Het is alles rondom de contrabassen. Ja, wethouder Joris, wat gaaf dat u dit net hebt mogen openen. Het is voor mij ook een hele eer en ook in Den Haag echt een... fantastisch dat er dit soort bijzondere evenementen plaatsvinden. What is so special about this festival? It's a bass festival. They don't happen every day. No, that's true. So this is the place to be if you like bass playing. Yes. Or bass players or bass music. Everything below treble clef, this is the place for you. Wow. And normally you are in the show in Holland with the... Maestro. Maestro, yeah. Yes. Yeah. And now... performer as well. Yes, no, this is what I do as a day job. Okay. And Maestro is what I do in my spare time. Okay. Yeah, okay. Yeah. So, And what are you going to play today? Oh, lots of notes. Hopefully all the right notes. Yes. But not necessarily in the right order. Okay. Oh, yeah. That is very exciting. And is it iets wat elk jaar terug gaat komen? Of, Dat zullen we zien, hopelijk wel. Ja. En eigenlijk moet Frits er ook gewoon bij zijn, weet je niet? Ja, toch? Vind ik wel. Ja, zeker. Zullen we hem bij deze uitnodigen voor volgend jaar? Ja, Frits, zeker.
Ja, nodigen we maar uit. Ja, kom weer luisteren. Kom lekker gezellig erbij volgende editie. Ja. Nou, en met die wijze woorden gaan we terug naar de studio. Nou, de contrabas. Ja, nee, dat... Ja. Volgend jaar ben ik erbij. Katharine, ja. Je schrijft al een tijdje columns in de Telegraaf. Ja, op de pagina Vrouw. Op de pagina Vrouw. En dat gaat je ogen waarschijnlijk makkelijk af. Tenminste, het leest heel makkelijk weg. Vind ik wel leuk om te horen. Ja, ja. Nou ja, dat lijkt natuurlijk altijd zo. Maar ja, de ene column, dan ben je weken over aan het denken. En de andere doe je in 10 minuten. Dus je kan dat eigenlijk niet zeggen. Of het makkelijk is of niet. Maar het is in ieder geval heel iets anders dan televisie maken. Ja, maar het is ongelooflijk leuk, omdat je het in je eentje kan doen. Maar het nadeel is dat als je televisie maakt, dan krijg je altijd meteen commentaar van iedereen. En dat heb ik nu natuurlijk niet. Dus als jij nu zegt dat het me ogenschijnlijk makkelijk afgaat, dan denk ik, oh, nou, dat is eigenlijk voor het eerst dat ik dat hoor. Ja, ik bedoel, je hebt een makkelijke pen. Het leest, het leest makkelijk. Vind ik een compliment. Maar, zo is het ook bedoeld. Oh, fijn. Ja. Oh, ben ik voor jou helemaal niet gered. Je hebt, je hebt natuurlijk jarenlang ervaring in de tv-wereld. Ja. Als je nu naar de buis kijkt, wat is je gevoel er dan bij? Nou, ik word er eigenlijk een beetje treurig van. Echt waar? Ja. Want Sander gaat ook over de media, hè? Ja, dus, ik ben maar een eenvoudige kijker. Ik bedoel, het stelt ook allemaal niet zoveel voor, die mening. Maar wat ik wel heel veel om me heen hoor, is dat je altijd in al die talkshows dezelfde koppen ziet. Het is altijd dezelfde mensen. Die zijn wel een beetje... Klein zo, dat is toch echt niet normaal. Ja. Ik bij wijze van spreken, jij noemt een onderwerp voor De Wereld Draait Door en ik zeg wie ervoor zit. Weet je wel? Dat kan ik al bijna met 100% zekerheid voorspellen. In deze show komen maar heel weinig mensen voor de tweede keer. De staatssecretaris is één van de weinigen. Ja, maar die kwam toen hij staatssecretaris werd toen hij weer wegging. Dus dat heeft wel een zekere logica, zeg maar. En er zit toch 4 jaar tussen. Dus ja, dat is dus, niet ja, dat is, 4 ja. dagen. Ja. Wat, nee. Zijn er nog programma's die we missen eigenlijk op de Nederlandse televisie? Ik denk wel eens, laten we zeggen, ik hoor dat ontzettend vaak, dat programma Katharine, wat dus echt over zeg maar problemen ging die mensen thuis hadden. Dus weet ik veel, mijn vader is aan de drank, mijn kind is aan de drugs, mijn zoon is homo, maar durft het niet te zeggen. Dus, dat soort onderwerpen. Ja, die zie je wel, maar heel anders. Het is niet meer... Wat natuurlijk het leuke van dat programma was dat iedereen in de zaal mee kon discussiëren. Ja. En dat bestaat niet meer. En ik hoor wel steeds dat mensen het missen en dat ze het jammer vinden dat het er niet meer is. Maar ja... Dat is ook zo. Ja, dat is toch maar jammer. Ja, weet je, het punt is gewoon, het is heel duur om het te produceren. En dat is ook het probleem in Hilversum. Niemand wil meer ergens geld voor uittrekken. Hè? Ja. Het moet allemaal voor 3 cent en een knikker. Ja. Ik weet niet, toevallig heb ik van de week in de media... Misschien moet je de staatssecretaris vragen of hij niet wat meer geld erin kan stoppen. Nou, ik weet niet of het daar nou in zit. Het zit meer in de mentaliteit. Want ik vind gewoon, ik hoorde van de week op het mediaforum een discussie over hoe dat dan gaat bij de kranten en zo. Wat die mensen betaald krijgen nou, werkelijk. Het is zo schandalig. Je kan beter gaan schoonmaken. Dat is echt, dan word je beter betaald. Ja. En dus krijg je ook niet de beste journalisten. Nou, dat soort dingen. En dan zie je dat in de kwaliteit meteen precies. terug. Jij hebt natuurlijk heel veel gedaan. Zullen we kijken wat we allemaal terug konden vinden? Oh, heer, nee. Goedenavond, dames en heren. Wat heerlijk dat u met zoveel naar het openingsprogramma van RTL Veronique kijkt. Je ontmoet een leuke man en je denkt dat het de liefde van je leven is. We hebben een heleboel andere onderwerpen, ochtendbladen, tekenfilm. Kortom, genoeg om te kijken morgenochtend tussen 7 en 9. Ik hoop u dan te treffen. Dag, tot ziens. Tot morgen. Pittig, hè? Oh, zo ontzettend snel. Kittig ding. Ja. Ja. Maar ja, dit was 's morgens om 7 uur, hè? Dan ben ik niet op mijn best, hoor. Nou, maar dat haar zat toch alweer... Ja, behoorlijk, ja. Maar ja. Wat is het leukste van al die dingen die je hebt gedaan? Ja, dat is heel raar. Dat laat dus nooit iemand zien. Maar ik ben natuurlijk wel 12 jaar verslaggever geweest voor Hier en Nu. En eigenlijk denk ik dat ik dat het leukste vond. Ja? Ja. Kijk, dat zou ik nooit meer kunnen, want het is super zwaar. En je moet met koffers sjouwen en reizen en tijdsverschillen en presteren meteen ter plekke en noem maar op. Dus dat was wel gewoon te gek. Omdat het ook in een tijd was dat er nog niet hele redacties waren die dat allemaal voor je uitzochten. Maar dat doe je deed je zelf doen. Ja. Ja. En dat was handwerk. Natuurlijk fantastisch als je dan een of andere minister te spreken kreeg.
Hè? En die daar gewoon een interview gaf, wat vervolgens over de hele wereld werd uitgezonden, omdat niemand hem te pakken kreeg. Ja. Dat is natuurlijk leuk. De kick. De kick. Ja. Voor je columns ben je naar Iran afgereisd. Ja. Althans, je hebt er in ieder geval columns over geschreven dat je naar Iran bent geweest. Kan je vertellen, waarom ging je naar Iran? Nou, punt 1 is het natuurlijk aardsvijand nummer 1 van Israël. Ja. En ik hoorde Trump zeggen dat het ook aardsvijand nummer 1 van Amerika is. Ja. Dus ik dacht, nou, die mensen wil ik dan wel eens van dichtbij zien, zeg maar. Let's face the enemy. Let's face the enemy. Ja. Nou, en ik moet zeggen, laat ik vooraf zeggen dat de meeste mensen die ik ben tegengekomen in Iran super aardig en gastvrij en leuk zijn. Weet je wel, liep ik ergens op straat en dan kwam er een mevrouw naar me toe en die zei, oh, ik ben zo blij dat je er bent. En dan kreeg ik een appel of weet ik veel, een cakeje van iemand anders. En het is gewoon superleuk. En dan als je met ze discussieert, wat ik heel veel gedaan heb, dan zeggen ze allemaal ja, maar de indruk die ze in het buitenland hebben van ons, dat is onze regering, maar dat zijn wij niet. Ja. Nou, maar ik las in je column, er was ook een mevrouw dat toen je op de markt was, die op je afkwam en begon te schreeuwen. Ja, en niet één, verschillende, want het was in Teheran 35 graden. Nou, dan moet je dus al met mouwen tot hier lopen, een sjaal om en een broek tot op je enkels. Ja. Nou, toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga lekker mijn slippers aandoen, want het is veel te warm voor schoenen. Ja. Nou, en toen liep ik over straat en toen kwam er een mevrouw die dus helemaal ingepakt was. En die riep iets in het Arabisch, of in het Persisch, sorry, niet Arabisch natuurlijk, in het Farsisch. Ja. En daar zat heel veel Allah in en ze wees op mijn voeten. Dus ik denk dat ze zei dat Allah... Allah houdt van je voeten? Nee, oh. Allah wil niet dat hij je voeten ziet. Oh. En toen zei ik, nou mevrouw, het spijt me erg, ik versta u niet, maar ik loop lekker door. Ja, nou, en dan moet hij maar de andere kant op kijken. Precies, ja. Ja. Maar dat is dus vervelend, snap je? Ja. En het is ook vervelend als je zo'n doek draagt en je komt een auto uit en er komt een windvlaag en er staat een politieauto met een luidspreker en die roept, lady, cover yourself. Ja. Nou, dan ben je helemaal klaar mee. Dat is echt, na 3 dagen dacht ik wil naar huis. Ja. En dat heb ik nooit, want ik reis heel veel. Maar ik vond dat echt, nou hier, dan moet ik een moskee in. Dan mocht niet mannen en vrouwen tegelijk. Moesten aparte vrouwen ingang. Al die rare doeken op. Ja, dat ben ik. Ja, ja, dat is ja onherkenbaar. Maar, ja. Ja. maar niet omdat ik een alibi zocht. Nee. Nee. maar, ik bedoel... Weet je, het punt is... Als je dat dus wat in je columns proeft, en dat proef ik nu ook weer, het is ook met je verontwaardiging die je erover hebt. Ja, het is je vrijheid wordt je afgenomen. Ja. He, je mag gewoon niet meer aantrekken wat je zelf aan wil. Nee. En toen realiseerde ik me ineens, wat een geweldig land waar wij in wonen, dat dat gewoon allemaal kan en dat niemand daar iets van zegt. Ja. En dat dat allemaal goed is en normaal is en zo. Dus ja, ik heb Nederland wel weer 10 keer hoger zitten nu. Ja. Ja, ja misschien waarderen we dat af en toe te weinig. Absoluut, ja. Ja. We vinden dat allemaal maar de gewoonste zaak van de wereld. Maar dat is het dus blijkbaar helemaal niet. Nee, en we moeten dat wel zo houden. Ja, dat zou ik ook maar even zeggen, ja. Ik vind dat je gelijk hebt. Ik zie de staatssecretaris, zag ik ook al knikken. Goed zo. Nou ja, het zijn de dingen die we zo voor vanzelfsprekend aannemen. Precies, ja. Ja. Maar je moet altijd waakzaam zijn als het gaat om fundamentele waarden en vrijheden. Dat... die zijn niet aankomen waaien. En op heel veel andere plekken in de wereld zijn ze helemaal niet zo vanzelfsprekend. We moeten ervoor staan. Best wel ja, en het is het grappige. Ik reis dus in een groep met ook mannen erin en zo. Maar die merkten het gewoon veel minder dan ik. Omdat die natuurlijk niet constant op hun kleding werden gecorrigeerd. Nee. Dus dat is en worden niet toegeschreeuwd op de markt. Nee. Ja, precies. Is toch anders. We zijn alweer toegekomen aan de laatste vraag. Die is elke week hetzelfde. En is voor iedereen hetzelfde. Dat is namelijk, wat staat er bij jullie in de agenda? Iets waar je naar uitkijkt. Iets wat er niet... uit mag, Sander? Morgenochtend ga ik naar de TU Delft. Die hebben een hele mooie dag georganiseerd met jonge wetenschappers. En dat vind ik heel erg leuk. Omdat ik A, trots ben op de talenten die we rond hebben lopen. Maar ook omdat ik zie dat jonge wetenschappers misschien wel meer dan hun oudere collega's heel erg naar buiten willen. Dus willen samenwerken met maatschappelijke organisaties, met bedrijfsleven. En dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Mooi. Dion? Ik sta komend weekend op het Dutch Festival of Magic in Hoofddorp. Ja. Dat is zeg maar een goochelfestival. En daar zijn ook gala's met internationale artiesten. En daar sta ik ook in.
Oké, Hoofddorp dus. Moeten we naartoe. Katharine, wat staat er bij jou? Ik ben de afgelopen weken zoveel op reis geweest. Ik ga eens even kijken of al mijn vrienden nog leven. Die ga ik eens bellen. En of ze doorhebben dat je het leven terug bent gekomen. Oh. Want dat las ik ook in een van je columns. Ja, dat ze dachten, die komt niet meer terug. Daar waren ze echt... Nou, misschien sommigen hoopten het misschien, maar... Leuke vrienden. Ja, daar heb je geen vijanden nodig. Maar nee, maar ze waren natuurlijk allemaal toch wel een beetje... En ik zelf ook, want anders was ik wel alleen gegaan. Had overigens makkelijk gekund, dus hoor. Ja, maar, toch wel. Had makkelijk gekund. Oké. En ik ga volgende week naar Berlijn voor een Europese conferentie. En ik ga meedoen aan de autorally van het DEC. Een autorally, jawel, hij wel. DEC? Ja, de donderdagavond eetclub. Leg ik je na de uitzending wel uit of even googelen. Nou, volgende week dan ben ik weer hier. Dan aan tafel onder andere NS-topman en oud-D66-politicus Roger van Bokstel en Jasper Langbroek. Hij is samen met zijn compagnon een bierbrouwerij begonnen op de Binkhorst in Den Haag. En dat loopt als een trein, want ze hebben het beste bier van heel Nederland gebrouwen. Althans, dat zegt hij zelf. Deze uitzending kunt u terugzien op onze website. En u kunt ons de hele week volgen op Facebook, op Twitter, op Instagram en YouTube. Graag tot volgende week. Dag!